Sully, Manchester United tegen Liverpool, een van de meest beladen confrontaties in Engeland. Heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken, hè? Zeker nu, of niet? Nou, zeker nu, omdat natuurlijk de titel op het spel staat. Omdat Liverpool een gelijkspel misschien een overwinning moet pakken om mee te doen en mee te blijven doen in die strijd om de landstitel. En elk punt is heel waardevol. En dan uit bij United op Old Trafford, de aartsvijand verslaan. Ja, het is natuurlijk een prachtig affiche. Een finale om het kampioenschap eigenlijk, zo kun je dat wel zien. En het is ook nog een bijzondere wedstrijd vanwege alles wat er omheen hangt en het verleden natuurlijk. Dus ja, prachtig. Ja, want sinds de komst van Solskjaer heeft United nog niet verloren in de Premier League. Eén keer gelijk tegen Burnley, verder alles gewonnen. De laatste nederlaag was tegen? Ja, in de competitie. Manchester United natuurlijk, Liverpool. Die wedstrijd waarin het ontslag van Mourinho na afloop werd uitgesproken 2 dagen later. Ja. Dat is de laatste nederlaag geweest van Manchester United. En sindsdien is er veel veranderd, hè? Als je die wedstrijd gaat bekijken en je gaat daarna de wedstrijd bekijken en je weet niet dat Mourinho ontslagen is, dan vraag je af wat er in godsnaam gebeurd is. Het verschil is zo groot. Veel te groot eigenlijk als je gaat kijken naar dezelfde spelers die een totaal andere uitstraling hebben. En dat begint het al mee. De uitstraling van de spelers, het plezier wat ze uitstralen en het plezier dat ze niet uitstralen daarvoor, dat is zo ongelooflijk groot dat je je toch afvraagt wat Mourinho daar het eerste seizoen zelf heeft gedaan. Dat is echt heel pijnlijk, het verschil. Rashford en Pogba vallen op. Het zijn jongens van de assists en de doelpunten. Maar iemand als Victor Lindelöf, die United heeft opgehaald bij Benfica voor 40 miljoen euro. Een groot talent in de verdediging. Onder Mourinho onzichtbaar, slecht ook. En onder Solskjaer opgeleefd. En een moderne centrale verdediger die een inspeelpaas heeft. En heel belangrijk voor Solskjaer, want hij speelt alle wedstrijden. En als hij rust kan krijgen, krijgt hij ook nog eens rust. Dus je ziet het ook bij hem. En je ziet het zeker bij Paul Pogba, want dat is wel het gezicht van de huidige ploeg. Voor het ontslag van Mourinho ging het eigenlijk over één persoon. Over de trainer, die met allerlei fratsen in het nieuws kwam. Ook na persconferenties, voor persconferenties, na wedstrijden, voor wedstrijden. Ging altijd over Mourinho. En nu gaat het in eerste instantie over voetbal, over Paul Pogba, over Marcus Rashford. Manchester United is weer een voetbalclub. En het was een beetje een soort Mourinho-cultus geworden. Hè. Het ging eigenlijk alleen nog maar over hem, wat hij gedaan had. En met als dieptepunt wel het smijten van die flessen naar het doelpunt van Leining natuurlijk. Die is naar China vertrokken, die scoorde toen in de Champions League. En dan gooide hij een paar bidonnen naar de grond toe. Ja, dat was wel een typisch Mourinho-moment. En daar ging eigenlijk Manchester United alleen nog maar over. Over randzaken. En nu staat voetbal weer centraal. En ik heb gewoon weer zin om te kijken naar Manchester United. Dat ontbrak mij volledig de afgelopen jaren. Zeker onder Mourinho. Het werd steeds saaier, voorspelbaarder, irritanter. Om naar die ploeg te kijken, om naar Mourinho te kijken. En nu ga ik zitten en heb ik zin in Paul Pogba, in Marcus Rashford, in Martial als hij fit is. En zelfs in Alexis Sanchez. En dan hoop je toch weer dat er iets uitkomt. Als Solskjaer het seizoen was begonnen, dan hadden ze misschien wel meegedaan om de titel. Ze hebben natuurlijk de spelersgroep ook. Hè? Want Mourinho heeft een half jaar lang volgehouden dat hij de spelers niet had. Dat er aanwisselen moesten komen. Dat hij natuurlijk een lijst van 5 had ingeleverd bij de voorzitter. En dat die spelers niet waren gekomen. Dat hij was gedoemd om te mislukken. Omdat hij de spelers niet had en Klopp en Guardiola wel. Nou, dat bleek een leugen, want hij had de spelers al, alleen hij gebruikte ze verkeerd. Paul Pogba werd verkeerd gebruikt, Rashford werd niet gebruikt of verkeerd gebruikt. Dat is een spits, die stond linksback. Paul Pogba staat nu veel dichter op de 16 meter gebied van de tegenstander. Nou, waar is Paul Pogba goed in? In spelers voor de goal uitkiezen met assist of zelf die 16 in te komen en met een kopbal of een schot een doelpunt te maken. Hij doet weer waar hij goed in is. En dat is assist geven en doelpunt te maken. Terwijl hij onder Mourinho chef restverdediging was. En dat is hij helemaal niet. Hè. Met zo'n petje op de hele tijd achterom kijken of iemand uit zijn rug wegloopt. En dat bleek dan zo te zijn. En dan moest hij erachteraan. Ja, dan doe je hem geen plezier mee. Dan wordt hij doodongelukkig van. Dat zag je ook. Op trainingen, op de bank. Want op een gegeven moment speelde hij gewoon niet meer omdat hij niet uitvoerde wat Mourinho wilde. En hij doet nu weer waar hij zin in heeft. En hij mag zelfs dansen van Solskjaer. Nou ja, tel uit je winst. Naar welk duel onderling, laat maar zeggen, kijk je het meest uit van die wedstrijd? Virgil van Dijk, die in de Champions League ontbrak midweeks. Dus die is uitgerust tegen Marcus Rashford. Die is ongelooflijk snel, die is slim in bewegen in de 16. Hij heeft natuurlijk ook met Pogba te maken, daar heeft hij een connectie mee. Nou, dat moet Virgil van Dijk natuurlijk gaan lezen en op gaan lossen. Dus ben ik wel benieuwd naar hoe hij zich gaat houden tegen Marcus Rashford. Hij stuurt die hele ploeg en hij is ook in aanvallende zin belangrijk met zijn inspeelpaas. Het is een jongen die ook nog redelijk goed kan voetballen. Een jongen die ongeschikt leek voor topvoetbal is nu een van de beste verdedigers ter wereld. En als je bijvoorbeeld ziet wat Mats Hummels onlangs twitterde over hem. Er werd gevraagd aan Mats Hummels, is Virgil van Dijk de beste verdediger ter wereld? En hij antwoordde yes. Ja, dat zegt wel veel. Als Mats Hummels jou de beste verdediger ter wereld vindt, dan heb je toch wel behoorlijk gemaakt als verdediger. Die jongen heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Hè. Het was niet zo'n hele goede voetballer. En nu staat hij bekend om zijn voetballende kwaliteiten. Nou, dan heb je je behoorlijk ontwikkeld. Ja, en hij wil een legende worden van Liverpool. Nou ja, daar moet je één ding voor doen. Dat is de kampioen worden. Ze staan er nog steeds heel goed voor in die race met Manchester City. Pakt Liverpool de titel voor het eerst sinds lange tijd weer. Voor het eerst sinds 1990. En mag Van Dijk die beker omhoog houden. Ja, dan kan hij
een legende gaan worden. Jouw voorspelling op de wedstrijd? Liverpool moet, Manchester United mag. Maar moet eigenlijk ook, omdat ze die bij de eerste vier willen eindigen. We moeten een gelijkspel. Ik verwacht ook een spektakel, dus ik denk een 2-2.